Hallo Tiel! Dit is het Appelpop Journaal. Meneer en mevrouw, Appelpop is werkelijk voor iedereen, toch? Ja, vind ik wel. Ja. Komen jullie hier vandaan? Wij komen vanuit gemeente Beuningen. Aha, net hield toe gegaan. Zeker weten. En complimenten, hoor. Jullie steken de Vierdaagse naar de troon. Aha. Hartstikke goed. Hetzelfde sfeertje. En hoe gaat het allemaal? Nou, uitstekend vandaag. Het is feest, hè? Ja, ik zie ook dat je in de feeststemming bent. Ja, natuurlijk. We gaan er helemaal voor vandaag. Het weer speelt mee, dus wat willen we nog meer? En inderdaad, je zei net al, 25 jaar, hè? Ja, dat is echt heel legendarisch. Dat is een heel speciaal moment voor ons. Er zijn nou velen die het al heel wat jaren meemaken. En dat doet ook met alle vrijwilligers van Appelpop heel veel. Ik kom net bij de band tegen jou vandaan. Super sfeer. Mensen krijgen lekker te eten. Gezellig. Aan het water. Mooie temperatuur. Alles, ja, het is echt genieten. Ja, ja. Maar, nou, mijn compliment hoor voor deze organisatie. Ja, ja, we doen ons best. En we genieten ook er zelf ook van. Jullie zijn ook bekroond met een erepenning, hè? Ja, we zijn gisteren beloond met de erepenning van de stad Tiel. Ja, daar zijn we eigenlijk super trots op natuurlijk. Je moet wat doen. Ja, ja, dat doet het ook. Ja, ja, uiteindelijk wel, hè? Want ja, je doet het omdat je het leuk vindt. Maar dat stukje waardering, dat vindt iedereen leuk, een schouderklapje. Jullie zijn hier vast niet alleen? Nee. Met wie ben je hier? Mijn vader, maar die loopt ergens daarachter. Oké, okay. En hoe vind je Appelpop? Leuk. Ja, en jij? Leuk. Ja. Ja. En zijn er nou speciale bands waar je voor komt? Ja, Leeuw Kleine. Dus je moet eigenlijk de tent in? Ja, eigenlijk wel, ja. Sta je hier bij het scherm te kijken? Nee, we wonen net naar binnen gaan. Ja. En vind je het niet te druk? Nee. Valt mee, hè? Valt mee, ja. Maar goed, wel met papa afgesproken dat je zometeen weer ergens bent? Ja. Ja, lijkt me wel wijs, hoor. Er lopen zoveel mensen. Ja. Ga lekker genieten, mannen. Dank je. Doei. Zie, het staat op z'n kop, hè? Ja, ik vind het super, maar vooral voor de jeugd. Waar is dat feestje? Daar is het feestje, hè? Hey, komen jullie hier vandaan? Ja. Ja? Ja. En de kleine gaat lekker mee naar Appelpop? Daar had hij heel erg zin in. Ja? Net als vorig jaar, dit jaar ervoor. Echt? Ja. Hij is er gewoon een beetje mee opgegroeid. Hij vond het alleen jammer Kenzie er dit jaar niet kwam. Dat hebben we moeten uitleggen. Vind ik ook jammer, hoor. Ja. Ga je gewoon in op speciaal voor bands of is het gewoon de sfeer? De sfeer. Gewoon tot ze moe zijn, dan gaan we naar huis. Hopelijk zijn ze nog lang niet moe. Ja, nog even lekker feesten, hè? Zo is het. Hier staat een trotse open Appelpop. Ja. En op naar de volgende 25? Als ik het mee mag maken wel, ja. Dan word ik zo wat 100, man. Ja, gaat het jou lukken? Ik hoop het. Ja. Hallo. En hoe vinden jullie het op Appelpop? We zijn net aangekomen, dus nog geen idee. Maar je hebt wel vast een gevoeltje van de sfeer. Ja, het is hier super gezellig. Aardige mensen, iedereen is vriendelijk. Dus, ja, ja. En waar komen die vandaan? Uit Wolvega, Friesland. Echt waar? Ja. Kom even dichterbij. Wolvega? Ja, klopt. Dus jullie hebben een hele reis erop zitten. Ja, anderhalf uur. Ja. Net aangekomen? Ja. 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 Ja, okay. Nou, ja. Jullie moeten het nog allemaal gaan ontdekken. En het zou natuurlijk wel leuk zijn als jullie gewoon echte appelpoppers gaan worden, hè? Gewoon ieder jaar. Ja, terugkeren, ja precies. Ja. Is er een band waar je speciaal voor komt? Nou, eigenlijk is de hele line-up wel leuk. Ja. Maar jullie gaan wel tot het eindje door? Ja, zeker. Ja. Ja. Echt van Guus Meeuwis? Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. 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 Maak er een leuke dag van. Dankjewel. En tot volgend jaar dan. Ja, misschien wel. Ik zit hier bij Harry. Al hoeveel jaar het gezicht eigenlijk van Appelpop? Wow, 21. Volgens mij doe ik het voor de 21. Ik weet niet of ik het gezicht ben van Appelpop, maar ik presenteer al 21 jaar Appelpop. Ja, en dan ja. Wil je op jouw eigen manier, hè? Wil je dat even één keertje doen zo? Hallo Tiel!
Ja. En hoe ben jij in deze rol terechtgekomen? Want hij is je op het lijf geschreven. Ja, nou, ik ben in eerste instantie fan. Ik wil allereerst Appelpop erbij als toerist, als publiek. En ik werkte toen bij Omroep Tiel als vrijwilliger en ik had een radioprogramma. Dus het tweede jaar van Appelpop hebben we eerst alle optredens opgenomen en interviewtjes gedaan, zoals jij dat nu ook doet. Dus over een paar jaar sta jij op het podium. Yeah. Ja. En het jaar daarop en de twee jaar daarop hebben we het helemaal live uitgezonden op Omroep Tiel. Dat was echt waanzinnig. En dat stopte om een van de redenen, ik weet eigenlijk niet meer goed waarom, maar dat maakt niet uit. En ik wil toch betrokken blijven bij dit. En door die interviews en door die live verslagen waren we heel erg dicht bij Appelpop. En op geen moment kwam te spreken, wil je niet presenteren? Ja, dat wil ik wel. En sinds die tijd, dan heb ik nog één jaar tussendoor dat ik het niet gedaan heb. Ik zou niet meer weten welk jaar, maar dat kwam door omstandigheden. Maar daarna allemaal, al met al is nu 21 keer. Dat is heel wat. Jij komt ook natuurlijk in aanraking met al die artiesten. En dat begon ooit heel klein en dat werd steeds groter. Hoe is dat? Ja, is leuk. Dat weten de meeste mensen niet, maar bijna alle artiesten die komen voor hetzelfde doel. Die tent, daar moet het dak vanaf, het moet een feestje worden en iedereen moet naar zijn zin hebben. En dat merk je ook hier backstage. En wat leuk is aan Appelpop, Appelpop is toch een ander festival als Lowlands of Pinkpop en zo. Dus mensen die er nooit geweest zijn, ja, Appelpop, weet je, zo'n lokaal festival, waar een van de feesttent staan en dat. Totdat ze komen. Totdat ze komen en totdat ze merken hoe het hier geregeld is, weet je wel. De artiest, alles is geregeld, alles klopt, het geluid, de catering. En weet je, en dus altijd een goede sfeer onder artiesten en iedereen gaat ervoor. En ja, dat is mooi, weet je. En het is echt zo'n gevoelig podium met elkaar van, we maken er een feest van, weet je wel. En iedereen heeft zo zijn eigen rol, dat is leuk. Ja, en dan sta jij zelf op dat podium voor al die duizenden mensen. Ja. Hoe voelt dat? Nou, de allereerste keer dat het zo groot was zoals nu, dat weet ik nog, toen sloot Rowan Hezen af. Ik weet niet meer welk jaar dat was, dat moet je me even opzoeken. Maar dat was de eerste keer met zo'n grote tent en dat die tent ook echt helemaal vol was. Ik bedoel, tot die tijd was het altijd wel druk. Weet je, maar nooit overvol. En nu was het overvol en ik kom dat podium op. En al die mensen die gingen juichen. Dat was natuurlijk niet voor mij, dat weet ik ook wel. Want nee, maar zoiets als Harry komt, dan komt Rowan Hezen, daar komen we voor. Maar toch, kippenvel over mijn hele lijf. En ik merk nu, het klinkt misschien arrogant of zo, dat willen helemaal niet. Je raakt er ook aan gewend. In zoverre, je raakt eraan verslaafd. En ja, als het nu niet gebeurt, dan ga ik me onzeker voelen. Ja. Weet je wel? Maar dat is eigenlijk nooit meer op Appelpop. Ik presteer wel eens her en der op andere plekken. En dan is het veel kleiner. Dan is het eigenlijk harder werken. Want je Appelpop-publiek komt eigenlijk voor hetzelfde als waar de bands voor komen. Met elkaar maken we er een groot feest van. En ik weet of je gisteren geweest bent met Marco Borsato. Dat was al waanzinnig. Weet je wel, als je dan ziet hoe de publiek uit zijn dak gaat. Dat geldt ook voor Guus Meeuwis, idem dito, de staat. Het is echt allemaal waanzinnig. Maar die artiesten zijn zelf ook onder de indruk, hè? Artiesten zijn zelf ook onder de indruk. Ja, er zijn heel veel artiesten. Neem zo'n Guus Meeuwis. Die komt heel graag weer terug, weet je wel. En dat zie je wel vaker. We hebben wel, volgens mij in het verleden wel artiesten gehad. Die hebben nou, Appelpop. Ah, ik weet het niet. En dan vervolgens drie keer achter elkaar komen, weet je. Dus dat is mooi. Een compliment voor iedereen die hier keihard aan werkt. Want er zijn nogal wat mensen aan het werk. Ik heb makkelijk, weet je. Ik doe twee dagen mijn stem naar de kloten helpen. En dan is het klaar. En dan mag ik weer naar huis. Maar alles, weken ervoor, weken daarna, zijn heel veel mensen hard. 650. Ja, dat zie je mensen toch? Ik bedoel, waar krijg je tegenwoordig nog zoveel vrijwilligers? Dan moet je toch wel iets goeds doen, toch? Of niet? Ja, dat lijkt me wel duidelijk. Ja, dat dacht ik ook. Dus ja, waanzinnig. Ja, dankjewel. Graag gedaan. André, Appelpop 2016. Hoe is het gegaan? Het is geweldig gegaan. Ik bedoel, jubileumeditie, dus toch iets bijzonders. En het mooiste weer van de wereld. In de opbouw al heel relaxed alles gegaan. En tijdens het festival fantastisch weer. Dus een hele mooie bands, een hele mooie line-up. Een mooie mix met van alles wat eigenlijk op dit moment aan de hand is in de Nederlandse muziekwereld. Dus wij zijn dik tevreden. Ja, en die sfeer ook weer, hè? Ja, geweldig. Ik had met een collega, een van de dagen liep ik over het terrein en die liepen van de VIP, van de backstage, liepen we het terrein op en die zei van, als je meteen het terrein op loopt, de sfeer is zo gemoedelijk meteen. Ja, dat merk je meteen. Ja, dat is
Ik ben blij dat dat... Dat is altijd een beetje ons kenmerk altijd. En dat blijft elk jaar nog zo. En ja, super. Super. Ja, heb je enig idee hoeveel mensen er zijn geweest? Ja, ik heb nog geen getallen officieel gehoord, maar... Ja, gezien wat ik gezien heb, vorig jaar hadden we de 125.000, die hebben we op zijn minst geëvenaard. Dus, nou ja, goed, en vrijdag was het natuurlijk hartstikke druk met Borsato, daar moet ik ook een gooi naar doen. Maar dan zul je toch ook wel 25.000 à 30.000 man op terrein hebben. De tent stond vol, ruim daarbuiten stond het vol. Dus, nee, dat hebben we zeker de getallen van vorig jaar kunnen evenaren, ja. Ja, ja. Met een heel tevreden, blij gevoel? Ja, absoluut. Ja, weet je, aan alles, je doet het. Kijk nou naar de opening op zaterdagmiddag met Ronnie Flex en Little Kleine. We hebben zelden zoveel volk op het terrein zo vroeg al gehad. En ik heb zelden zoveel mensen bij de eerste band zo zien bewegen, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Dus, en die, ja, dat is voor de jeugd, die vinden dat geweldig. En Passato is weer van een heel ander publiek en Guus is weer van een ander publiek. Je hebt van alles nu. Van alles wat, weet je wel. En we hebben weer wat alternatievere rock en we hebben wat commerciëlere dingen. En we redelijk wat hip-hop, omdat dat gewoon enorm aan de hand is. Dus die mix is perfect. Ja, nee, heel tevreden. Kijk met heel tevreden gevoel terug. Ja. Ja, en ga je nou weer blikken naar volgend jaar? Ben je nou aan het nadenken? Ja, ja dat is lot, hè. Dat hoort bij het vak. Ja, dat moet. Je moet toch alweer, je krijgt nu alweer, sterker nog, voordat Appelpop begint, heb je alweer van een aantal bands... krijg je al vragen van, hebben jullie interesse? Dus je moet daar ruim op anticiperen. Er wordt steeds vroeger geboekt in dit wereldje. En in ons weekend zijn er meer festivals. Dus ja, dan moet je er ook op tijd bij zijn. Dus ja, ja je moet ruim op tijd aan de slag. Ja. Dus je bent alweer lijntjes aan het uitzetten? Ja. Nou, goed, daar gaan we natuurlijk op terugkomen. We gaan nu op naar Appelpop 2017 dus. Ja, ja. Ja absoluut. Daar kan ik wel beloven, ja. Wauw, wat een editie was dit, de 25e van Appelpop. Ik twijfel niet meer. Volgend jaar weer. Ik hoop dat jullie er ook zijn.